Kijk, daar hebben we hem, de gangmaker. Lekker man, hoe gaat het met jou? Ik ben er man. Goed zo man. Het is lekker weer, je gaat een show geven. 100 man, 100. Ben je zenuwachtig of zeggen van dit is gewoon dagelijkse routine man? Zenuwachtig, wat betekent dat? Ik zou het niet weten, let's go. Jaxi mannetje, rood met de embleem. Ik kon het rijden, maar die blessure was extreem. Ik scoorde in de prijs, omdat het zelf met mijn slecht been. Asjetrex, sinds een tijdje, nou best wel een tijdje, gaat de muziek heel goed. Je maakt vlogs, je bent op social media super aanwezig. Het is niet altijd zo geweest. Toen ik jou voor het eerst zag, toen heette je of noemde je jezelf nog Dwayne Meerzorg. Bij de Next MC kwam je rappen. Mm-hmm. Wat voor een tijd was dat in je leven? Ja, een tijd dat ik gewoon zoekende was, man. Wat vind ik leuk? Wat wil ik doen? Wie ben ik? Je weet toch? En ja, eigenlijk wist ik al wel wat ik wilde doen, zeg maar. Wou rapper worden? Ik wou muziek maken, zeg maar. Maar ik had nog geen richting, snap je? En vanaf dat moment ben ik eigenlijk echt gaan vormen, weet je. Dus ja. Je was toen ook nog bezig met voetbal, heel serieus. Dus ik hoorde dat jij een hele goede voetballer had kunnen worden. Ik was een goede voetballer. Oké. Okay. Nog steeds eigenlijk, man. Maar wat is er gebeurd? Ja, blessure, weet je. Nee, maar kijk, iedereen zegt dit, weet je, maar... Ja, maar bij jou is het echt waar. Ik had echt een blessure en eigenlijk na die blessure was het gewoon nooit meer hetzelfde, zeg maar. Bij de Next MC werd je eigenlijk best wel op een grove manier weggestuurd, vond ik een beetje. Ze zouden zeggen dat je te zelfverzekerd was of bijna arrogant. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat het niet zo leuk is als dat zo gaat, maar je hebt daarna wel de motivatie gehad om echt nog door te knallen. Ja. En er echt wat van te maken. Hoe was het, zeg maar, daarna? Dacht je van, nu stop ik of gaf het je juist motivatie? Ja, weet je, kijk, eigenlijk zeg maar dat, die dag zeg maar, zorgt er wel voor dat je best wel een dikke huid krijgt, snap je? Want ja, je bent nog jong, morgen ga je naar school. En ja, je weet toch, morgen ga je naar school en dan kom je gewoon in situaties dat kinderen je uitlachen. Was dat zo? Ja, tuurlijk bro, is logisch, snap je? Hoe oud was je toen? Hoe oud was ik? 15, 16. Shit man, en je werd eigenlijk een beetje mee gepest bijna. Ja, gepest is een groot woord, maar er wordt lacherig gedaan, snap je? En ja, het is gewoon een vervelende situatie. Maar puntje bij paaltje heb je er wel gewoon een dikke huid aan overgehouden. En vandaag de dag kan niemand me wat zeggen, man. We zijn natuurlijk vandaag op het Amsterdams, hoe heet het? Paros van de Stad? Paros van de Stad zijn we, man. Echt knalfeest natuurlijk. Als ik aan jou denk en aan je nummers denk en aan je vlogs denk ik ook echt lachen, gezelligheid, soppie. Ja. Dat zijn een beetje de shows waar jij op afkomt of waar jij wordt geboekt. Ja, overal man. Ik heb ook bruiloften, weet je. Begrafenissen die moeten nog komen. Maar ja, wat zijn er man. Overal man, ja man. Want heel veel van je nummers gaan, ja, als ik het zo even mag zeggen, de nummers die ik ken, de meeste, gaan eigenlijk over, ja, seks. Nou ja, seks is wel een heel... Hoe moet ik het zeggen? Hoe heet die laatste pokken van je? Vies? Stoutbaard vies. Ja. Ja, als ik je kittel heb, je fuck bij de lies. Juist, precies. Nee, maar kijk, ik heb gewoon nummers, zeg maar, ja, voor de gezelligheid, dat zijn zeg maar die nummers. Maar ik heb ook gewoon hele mooie nummers, maar dat gaan jullie op mijn album horen, snap je? Oké, okay, want er komt een album aan met ook serieuzere tracks, meer inhoud. Ja, maar zeker man, ik heb een track van mijn oma geschreven, die is overleden. Ik heb, over bepaalde emoties uit het verleden heb ik geschreven. Weet je, heel van emoties? Ja, gewoon... emoties waarin iemand je kwetst of je heet toch? We hebben allemaal wel eens liefdesverdriet gehad, dus ja, weet je, we kunnen getraind en afgetraind zijn en die dingen daar, maar we hebben allemaal een hart. Je bent vader, ja. Al best wel lange tijd, hoe oud is je? Mijn zoontje is nu 6 man. Oké, en als ik zo voor me zou zien, jij bent een vader, alles mag in huis? Nee man, nee? Nee man, thuis ben ik, weet je, recht. Wel leuk. Streng? Als het moet. Niet zomaar, je weet toch, we zijn ook echt mattie, zeg maar. Hij en ik, we kunnen echt chillen, lachen, dit, dat. Maar ja, het is wel mijn zoon, snap je? Dus puntje bij paaltje is het geen vriend van me, snap je? Nee, dus als ik hem recht moet zetten, zet ik hem recht. De muziek gaat natuurlijk goed, je zoon staat op het nieuwe album. Maar naast muziek hou je ook bezig met andere dingen. Ik zie veel videocontent van jou langskomen. Ja. Je gaat viraal, je maakt grappige opmerkingen. Je bent soppie. Met Biggie Dago haal je van alles uit. Hoe ben je op het idee gekomen om dat soort video's te maken? Waar ik heb getekend, Striker, Adai. Hij is gewoon met het idee gekomen van... Ja, maar er komt zometeen een guy. Patrick. Hij gaat gewoon filmen. Wees gewoon jezelf, maak gewoon grapjes hier en daar. En chill gewoon. Mm-hmm. Ja, weet ik veel wie Patrick is, snap je? Space Cadet. Ja, dan is hij gewoon een guy. Gewoon, hij filmt. Maar bro, uiteindelijk, die man edit die Tory.
En er gebeurde gewoon iets op internet. Het ging gewoon helemaal viraal. En op een gegeven moment hadden we dat trucje ook door en toen gingen we er gewoon op inspelen, snap je? Ik heb een paar van je vlogs gezien en ik zie ook vaak Biggie Dagoe terugkomen. Die zijn ook echt viraal gegaan. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen en hoe is die band ontstaan? Van hoe is dat zo dat jullie samen zo goed gaan? We kennen elkaar heel lang en we hebben gewoon een nummer gemaakt, Sexy met Belly. Mm-hmm. En ja man, ik dacht van ja, laten we dat gewoon doen man. Oké, okay. Ja. En dat werkt goed? Het werkte goed, man. Ik heb het ook gezien, die pokoe Sexy met Belly. Want je bent natuurlijk een iets voller iemand. Ja. Ik heb ook in een vlog gezien dat jullie naar de gym zouden gaan. Ja. Ben je bijvoorbeeld wel bezig met sport? Of zeg je van, want je omarmt het iets voller zijn echt. Ja. Is het eigenlijk zo dat je het eigenlijk wel wil afvallen? Of eigenlijk is het wel echt... Kijk, als het gewoon real moet zijn, tuurlijk. Je wil gewoon fit zijn, snap je? Je wil gewoon fit zijn. Maar ik ben niet die guy die zich schaamt als ik wat voller ben of zo, mm-hmm. Snap je? Ik weet... Vol, slank, ik kan vrouwen krijgen. Toch? Dus ja, ja. Daar ligt het niet aan. En het gaat ook niet om vrouwen krijgen of zo, maar... Om hoe je in je vel zit. Juist, precies, snap je? Dus vol of slank, fit, niet fit. Ik voel me altijd gewoon zelfverzekerd. Maar als ik gewoon moet kijken, ik wil wel mijn zoon oud zien worden. Dus alleen om die reden al zou ik wel gewoon fit willen worden, snap je? Ten slotte zeg je, voor de aandacht van de vrouwen hoef je het niet te doen, want die krijg je genoeg. Ja. Bij de shows gaat het denk ik ook los. Je hebt een petje bij je, ja, want ja. Vandaag is het weer raak. Wat gaat ermee gebeuren? Ja, je weet toch, vandaag heb ik een showtje hier bij Paris van de Stad. En we doen altijd een contest sexual healing. Dit is een roze kroon. De winnares krijgt deze gewoon, man. Sexual healing, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is gewoon een pokoe, man, maar die tune gaat kwijt. Je weet toch? Maar moeten ze dan op stage, moeten ze dan dansen, twerken, whinen? Je mag geen botten hebben in je rug, je moet los zijn. Oké, dus het eigenlijk komt op neer. Je haalt een paar dames uit het publiek en wie het beste kan twerken en ja, toch, doen, die krijgt een petje. Krijgt het petje van mij, man. Die mag met Archie mee naar huis. Dat niet, maar je weet toch, je krijgt het petje. Oké, ik ben benieuwd naar de winnares. En we gaan die show rocken, man. Let's go. 100, man. Jij gaat die show rocken. 100, maar jullie gaan mee, toch? Goed. Wat een lekker ding. Schoon uit koningin. In jouw bikini string. Bing, bing, bing. Zie je hebt zin. Zet hem maar erin. Die komt hier zing. Bing, bing, bing. Wat een lekker ding. Schoon uit koningin. In jouw bikini string. Ik zag iedereen ging links, iedereen ging rechts. Het ging los, hè? Ja, het ging wel los, man. Het ging wel los. Ja, toch? Zijn er nog bepaalde soort shows die je het leukst vindt om te doen? Ik vind het overal leuk, man. Zodra mensen met mij zijn, vind ik het leuk. Snap je? Maar ik heb niemand zien twerken. Bro, zeg je eerlijk. Ik kijk naar rechts, ik zag die beveiliger. Ik kijk naar die meids in het publiek. Ik zag een paar wouden komen, maar die weg was lang. En stroom viel uit. Dus ik had toch wat minder tijd, snap je? Dus ik dacht van, hé, laten we dat gewoon skippen. Next time, weer. En dan neem ik er gewoon mee, man. En gaan we gewoon naar problemen brengen. Hey bro, ik zeg eerlijk, ik ga je bedanken dat ik met je mee mocht. We gaan een keer trainen en ik wil een keer een dame zien twerken voor een petje. Volgende keer geef ik geen petje, maar volgende keer is 1000 euro. Oké, let's go. We gaan het zien, man. Dank je wel voor vandaag. Daar is jij, man. Love you, bro. Go.